Aflevering 15 van Uit de Latijnse School geklapt is voorlopig even de laatste. Er komt wel een vervolg, maar met een ander format. Dus daar moet u even geduld voor hebben. En ik vond die laatste aflevering, die vond ik wel passend als hij over de Latijnse school zelf zou gaan. En dan als het instituut school. Want in die hoedanigheid heeft het heel lang gefunctioneerd. Van 1587 tot in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus als je dat een beetje afrondt, dan kom je toch op 400 jaar uit. En dat is een enorm lange tijd. En in die tijd werd hier in lokaal 1 en iets verder in lokaal 2... werden de studenten vol met kennis gepropt die ze in hun later leven goed konden gebruiken. Ik zei het al, 1587, toen is de school gesticht door Hendrik van Ruysenberg. We laten u zo dadelijk een leuk portretje van de man zien. Het is ook de reden waarom de Ruysenbergstraat hier voor het archief doorloopt. En die Latijnse school die kreeg meteen uitstraling, ook al omdat Hendrik van Ruysenberg niet alleen die school stichtte, maar ook 12 beurzen per jaar. 6 voor chemische jongens, ja, het waren wel altijd jongens, en 6 voor jongens van elders, dat waren vaak jongens uit de andere commanderijen van de Baleie Biezen, maar dat was geen wet van Meden en Persen. Het konden ook jongens zijn elders uit Brabant of van waar dan ook. 12 studiebeurzen per jaar. De kinderen waarvan de ouders het wel konden betalen, die waren er natuurlijk ook nog. En die zorgden alles voor, bij elkaar voor een soort studentenleven in Gemert. Het eerste teken van leven van die Latijnse school is een beetje een vochtig teken. Ik lees u voor. Frans Schenkels Jaspers heft zijn handen in onschuld. Toen ik nog in dit huis woonde, en dat was dus op deze plek, waar nu de school is, liep er een sloot van de schoolgracht naar de Rips. Als het water in de gracht te hoog stond, kon het via de sloot afwateren. Maar pastoor Strijbos, niet de Strijbos die wij nog hebben gekend, maar van een paar eeuwen geleden, in zijn hoedanigheid van rector van de Latijnse school, laat zich niet afschepen. Hij heeft sterk het idee dat de aankoop van de hoeven van Frans een kat in de zak is geweest. Het is veel te vochtig in de school en soms wordt er meer gehoest dan onderricht gegeven. Frans maakt een bezwerend gebaar. Ik heb er 16 of 17 jaar gewoond en het water in de kelder stond nooit hoger dan omtrent een hand hoog. Je kon er met klompen aan gemakkelijk in lopen. Ja, ja. Uit dit stuk blijkt dus dat de school aanvankelijk een voormalige hoeve is geweest. Dat kan uit een van de laatste foto's die van het pand destijds is gemaakt, kun je dat ook nog wel afleiden, dat het ooit een boerderij is geweest. Ja, die studenten die waren dus her en der in Gemert in de kost, kostgangers. Ook een stel bij de conrector in de aanbouw van de school, maar de meeste die hadden een kosthuis ergens in het dorp. Ja, en soms was zo'n jongen dan ziek. Draaiingen in het hoofd, een kwaad oog, dat loopt als een fontanel. Een kwade neus waaruit dagelijks veel vuile en stinkende materie loopt. En een ziekte die veel op tering lijkt. Nee, echt gezond is de uit Oosterwijk afkomstige Cornelis van Abele niet. De arme jongen, student van de Latijnse school, is aan het einde van zijn Latijn. Hij is in de kost bij Maaike van Oudenhoven en die heeft eerlijk gezegd liever dat hij terug naar huis gaat. Dat scheelt alleen al op maandag, wasdag, een hoop werk. Maar vader van Abele is er ook nog. Hij stuurt vanuit Oosterwijk een vermaarde dokter. En die heet De Wild en die komt naar Gemert. De geneesheer heeft maar eventjes nodig om tot een verrassende diagnose te komen. Ik zal u met de gratie Gods genezen of te cureren. En in kas van geen curering zult gij mij geen stuiver betalen. En in kas dat ik u volkomen cureer, zo zult gij mij niet meer dan de medicamenten betalen. Cornelis is met de dokter mee naar Oosterwijk gegaan en na enige tijd teruggekomen. Kloek en gezond. Hij gaat weer dagelijks naar school. Ja, er zijn veel verhalen rond die Latijnse school. We hebben hier beneden ook dus een apart archief van de Latijnse school. 1795 bijvoorbeeld is er een studentenopstand geweest. Dat verwacht je in de jaren 60 in Amsterdam, maar niet 3 eeuwen eerder in Gemert. Het had alles te maken met een hele, hele koude februaridag. Het kacheltje hier in de Latijnse school had geen schijn van kans en de studenten weigerden verder nog in de klas te blijven zitten. Ze vertrokken en toen ze de volgende dag de school in wilden,
Toen mocht dat alleen van de pastoor, in zijn hoedanigheid als rector, als ze eerst een boete betaalden. En dat weigerden ze en ze dreigden te vertrekken. En dat trokken de schepenen weer op en neer, want ja, de naam en faam van Gemert stond daarmee op het spel. Weer een tijdje later was een nieuwe school hard nodig. Die oude hoeve die was volkomen onderkomen. Die was niet meer goed. Er was geen school meer. En bij het feest van het 300-jarig bestaan, dat was dus in 1887, was er een succesvolle oud-leerling, die trouwens ook deze stoel heeft geschonken, die was er bij het feest bij en die zei, het wordt tijd dat er een nieuwe school wordt gebouwd. En op zijn suggestie is dat uiteindelijk ook gebeurd. 3 jaar later stond er het huidige gebouw. En het staat er nu nog, alleen is het nu een archief. Ja. 400 jaar geschiedenis van de Latijnse school. Beste kijkers, dit was de laatste aflevering in een serie van 15 inkijkjes in de rijkdom die het gemeentearchief Gemert Bakel u en mij kan bieden. Ik ga binnenkort met pensioen, maar in dit archief blijft altijd iets te doen.